Oké, Miss Michel, we staan hier bij jou. De 17e Miss Travestie België verkiezing. Ja, inderdaad, 17 keer al. Maar opnieuw, veel glitter, glamour, zelfs een tikkeltje humor. Weelderige pruiken, hoge hakken. Dus ja, het wordt weer Las Vegas, Parijs, hier in Oudenaarde. Ik zie hier altijd meer en meer volk. Elk jaar meer en meer volk. Hoe komt dat? Wat is de succesformule van dit concept? Ja, inderdaad, er zit dus ieder jaar opnieuw volk. En er komt er precies ook altijd maar bij, ondanks dat wij maar 5 kandidaten hebben. Maar de mensen willen dus... Want ze betalen toch redelijk wat geld. Ze willen show zien. En bij ons krijgen ze ook show. En ja, je moet ook toegeven, we blijven tenslotte nog altijd verklede mannen. Maar ik ben er zeker van, moest je een rondvraag doen hier in de zaal. Vele dames zijn jaloers van onze lange benen, van onze mooie benen, van onze tailles, zelfs van onze nepborsten. Dus ze zien een beetje de ideale figuur eigenlijk in ons. En dan natuurlijk Hans, het showgeheel er rond, het entertainmentgehalte, ja, van het hoogste niveau. Ik moet eerlijk toegeven, Miss België kan niet tippen aan Miss Belgium travestie. Nee, absoluut niet. Nu, wat brengt ons deze avond? Wij gaan dit jaar opnieuw de mensen verrassen met een soort défilé, een laat-je-zien-défilé. Dat is prachtige creaties van kostuums dat ze al gaan tonen. De kandidaten brengen ook 2 actjes die ze zelf mochten kiezen. We hebben dan natuurlijk ook de opgelegde act. En dit jaar is dit disco uit de jaren 70. Zeer goede muziek, zeker voor het publiek die hier aanwezig is. En dan is er uiteraard, zoals ieder jaar, ook nog het badpakken-défilé. Dit jaar een beetje stijl Victoria's Secret. Dus ja, opnieuw pluimen. En natuurlijk de mooie lange benen die gaan te zien zijn bij alle kandidaten. Hoe zit het met de meisjes zelf? Kijk, ja, ieder jaar is het niet gemakkelijk om kandidaten te vinden. En als je er dan gevonden hebt, is natuurlijk een beetje zoeken naar het ideale, een beetje compromissen sluiten. Niet gemakkelijk. Iedereen wil natuurlijk winnen. Dus het is natuurlijk hier allemaal van het hoogste niveau, van het beste niveau, van het mooiste niveau. Maar het blijft nog altijd een wedstrijd. En ja, vandaag is de koers begonnen ook. Het kan ook maar 1 winnaar zijn. En hier kan er vandaag ook maar 1 winnaar zijn. Maar ik wil wel zeggen, het is niet omdat je 2e, 3e, 4e of zelfs 1e wordt, dat u slecht bent. Er wordt vanavond op details gelet. Het is een momentopname, vanavond dus. En de persoon of de kandidaat die er nu het beste uitkomt, die zal ook winnen. Is dat daarvoor de beste? Dat zeg ik niet. Nu, wat brengt het op voor de meisjes? Want misschien niet alleen voor de winnares, maar die top 5, het zijn 5 meisjes. Ja. Wat brengt dat nu voor hen op voor het volgende jaar? Ja. Eigenlijk een goede vraag, want inderdaad wat u zegt, wat brengt het op voor de meisjes? Uiteraard, de winnares gaat met alles naar huis. De mooiste geldprijs, de meeste prijzen in natura. Maar er zijn kandidaten die dit jaar meedoen, die nog nooit hebben meegedaan aan een verkiezing, die ook eigenlijk nog onbekend waren in het milieu. En sedert de kandidatenvoorstelling tot nu, hebben die in het milieu al een enorme naam gekregen. En ik ben ook zeker dat er hier mensen zitten vanavond, die bijvoorbeeld gaan zeggen, ja, de winnares is inderdaad een verdiende winnares, maar ik vind ook de kandidaat die 4e of 5e geworden is, supergoed. En ik kan die ook wel gebruiken om een optreden te geven. Dus ik ben er zeker van, alle 5 kandidaten die krijgen hier werk uit. En die hebben uiteraard ook bekendheid gekregen door deel te nemen. Goed, er rest mij eigenlijk alleen maar u nog veel succes te wensen vanavond. Uiteraard voor de meisjes ook. En hoeveel jaar gaan we nog door, Miss Michel? Hoeveel jaar gaan we nog door? Ik zag al 10 jaar dat ik er gewoon mee stoppen. Maar het zit natuurlijk ook in mij. En ik vind het ook mooi als je berichtjes krijgt van ex-missen die je nogmaals bedanken om te zeggen van het is dankzij de misverkiezing dat wij zo'n mooie carrière hebben uitgebouwd, dat wij nu naam hebben. Maar ook de mensen in de zaal, er komen niet alleen fans van de kandidaten, maar er komen ook mensen die gewoon het evenement willen zien, omdat ze het zo een leuk evenement vinden. En ja, de kijker zal het weer zien. Het is weer op en top af vandaag. We zijn benieuwd en we wensen je nog een heel succesrijke avond toe. En nog veel succesvolle jaren. Dank je wel. Merci. Bedankt, merci.